De regering is verheugd over de meest recente olie- en gasvondst, de blok 58, in het offshore gebied, bekend als Krabdagu 1. Deze ontwikkeling wordt omschreven als een belangrijke nieuwe olie- en bijbehorende gasontdekking. Met de Final Investment Decision aan de horizon is de regering bijzonder positief gestemd. Deze vondst zal zeker een positieve impact hebben op de investeringsbeslissing die in de tweede helft van het jaar 2022 op de agenda staat. De Final Investment Decision zal leidend zijn voor de verdere inrichting en ontwikkeling van onze olie- en gassector. Het toekomstbeeld in deze sector is bijzonder hoopgevend. Total Energies gaat verder met boren. Apache zal in maart starten met een exploratieput in blok 53. Shell start in het tweede kwartaal met boringen in blok 42.